eerste alias is Automatica. Als ik mezelf in één woord zou moeten omschrijven, zou ik het woord gepassioneerd gebruiken, omdat ik heel graag doe wat ik doe en met muziek bezig zijn. Dat kan in verschillende genres zijn, maar ik zie me eigenlijk zelf niets anders doen dan dit. Sono doet dus digitale productie, maar ook analoge productie, dus instrumentaal. En daarbuiten doe ik alles van arrangementen, alles in de muziekproductie zelf en het draaien van muziek en ook het live performen met saxofoon. Ik ben zangeres, ik ben een natuurstemzangcoach en klankheler. En ik ben ongeveer al een dikke 10 jaar, daarmee ook professioneel aan de slag. Automatica is een datasonificatieproject. Datasonificatie wil eigenlijk zeggen dat je data gaat omzetten naar klank. Ik wou eigenlijk trillingen die wij niet kunnen waarnemen, omzetten naar een waarneembaar gegeven. En ik kwam dus bij koolstof uit, omdat koolstof is zo'n beetje de rode draad door al het leven. En met dat gegeven ben ik dan aan de slag gegaan. En die spectraalfrequentie, ik heb dat niet zelf gemeten, daarvoor heb ik samengewerkt met Wannes van Hout, een student fysica aan de KU Leuven. Die data heb ik dan omgezet via klanksynthese in klanken. En die klanken die heb ik dan bewerkt en composities mee gemaakt. En zo heb ik eigenlijk mijn project tot stand gebracht. Welkom. Ja, sorry, we zijn hier even lawaai aan het maken, maar ik zal jullie even rondleiden. Dit is dus ons pand van onze organisatie, Dupjaard 2Z2. Dupjaard is een organisatie die een festival organiseert. Hier komen we samen met veel creatievelingen die zich op elke manier willen uiten. Van mensen die handig zijn tot mensen die met muziek bezig zijn. Een platform eigenlijk om aan elke creatieveling ruimte te bieden die in onze mindset past. Wij spelen voornamelijk dubgenre dan in het dubgenre dat een onderstijl is eigenlijk van reggae muziek, om eigenlijk andere versies van het originele nummer te maken. Heel minimalistisch, heel ruw, puur om de sound. Ik ben er dan in gerold, ook vanuit de scouts invloeden gehad, vriendenkring en dan altijd dieper in gegaan, geëngageerd bij het organiseren van evenementen, beginnen draaien zelf en zo is de bal beginnen rollen. Tijdens het optreden speel ik zelf vinylplaten voornamelijk en ook digitale files en speel ik ook zelf veel live saxofoon. We hebben ook een soort groep, collectief, waarin dat we ik als saxofonist, een vriend van mij die MC is en dan iemand die platen draait, samen optreden om een dynamische live ervaring te kunnen creëren. Goh, wel 13 maart, legendarische dag. Mijn agenda stond vol. Ik had enorm veel concerten in het vooruitzicht. Ik ging een cd opnemen met mijn duo Canaerts en Van Kutsem. En ineens werd alles gewoon op één namiddag eigenlijk van tafel geveegd. Dus dat was bijzonder hard slikken. Ik ben daar dan even toch wel heel diep in door moeten gaan. Van wow, alles valt nu gewoon echt weg. En dan ben ik stilletjes aan terug gaan zoeken van maar wat doe ik nog? Wat doe ik eigenlijk allemaal dat nu toch nog kan? Waarvoor heb ik eigenlijk niemand anders nodig? En wat kan ik gewoon in mijn muziekruimte, vanuit mijn muziekruimte, nog altijd doen? We mogen sowieso niemand binnen ontvangen, dus welkom in de party tent. Buiten mensen ontvang, heb ik 1-op-1 coachings die ik hier in de partytent geef.
ofwel gewoon in de tuin. Dus als het weer het toelaat, de hele zomer heb ik eigenlijk al mijn zanglessen buiten gegeven om ja, toch mensen te kunnen laten blijven zingen. Ja, de mensen bleven maar vragen, wanneer doe je nog eens iets? En ik heb heel lang gedacht van ik ga online, maar dat is mijn ding niet. En al die livestreaming, die halen een grote hap uit onze klank. En ja, ik werk juist met die finesse van die kleuren in klank. En dat valt eigenlijk bijna altijd weg wanneer je iets online doet. Dus daarom verkies ik toch nog altijd om terug, wanneer het kan, live met mensen te werken. Initieel was de bedoeling om Automatica een live project te maken en ging dat ook plaatsvinden op Vuurloop, het afstudeerconcert van PXL. Maar door corona heb ik dan dat over een andere boek moeten gooien en is dat vooral een heel studiogericht project geworden. En heb ik eigenlijk heel veel zelf alleen moeten doen, wat ook heel nieuw was voor mij. Want ik ben van nature eigenlijk iemand die liever samenwerkt met mensen om muziek te maken. Maar ik vond dat dus ook heel leerrijk en ik heb heel erg mijn grenzen moeten aftasten en die overbruggen om te komen tot waar ik nu gekomen ben. Welkom in mijn studio. Dit is waar ik eigenlijk groepen opneem, zelf dingen opneem, Automatica ook gemaakt heb. En hier heb je de basversterkers, een orgeltje, zetel, niet onbelangrijk, drums, gitaren. En dan neem ik jullie mee naar de opnameruimte. Hier. Hier op deze tabel zien we eigenlijk de frequentie van de fotoon. Wanneer dat de elektron van de ene orbitaal naar de andere gaat. En dan in deze kolom zien jullie dat ik dat herschaald heb naar iets meer menselijke waarden. Deze tabel heb ik ingeladen in deze synthesizer die ik zelf gemaakt heb. En als we die getallen dan door die synthesizer sturen, dan krijgen we, als alles goed gaat, een beetje klank. Wacht, hè. En dan klinkt dat zo. Dit zijn dus die frequenties. Nu, dat is een beetje mager qua geluid, dus ik heb daar ook veelvouden van toegevoegd. En als we die erbij voegen, dan krijgen we dit. En dan het eindresultaat klinkt dan zo. Of een van de eindresultaten. Was een speciaal jaar voor iedereen in de muzieksector, daar ben ik 100% van overtuigd. Ik heb het geluk gehad in februari nog mijn laatste set te kunnen spelen, ik denk een maand voor de lockdown. En daarna zijn we natuurlijk gedwongen geworden om over te gaan op livestreams. Voor mezelf is het toch meer stilstand geweest. Ik had graag meer opgetreden, ik ben sowieso iemand die deels leeft van het performen en de mensen zien genieten en de mensen ook nieuwe muziek kunnen geven en mooie ervaringen. Dus deze lockdown zijn er zeer interessante projecten gestart, zoals Beatsyclet, dat is een project van Jeugd uit Soyo, waarin dat wij ook meewerken. Het is super interessant omdat eigenlijk er een platform wordt gecreëerd voor artiesten, voornamelijk jongeren, lokale jongeren, om muziek te verspreiden naar de mensen toe op een veilige manier. Een dag met de bicyclet kan ik het best beschrijven als voor mij als artiest een heel brede muziekselectie meenemen. Jelle van Jeugdhuis Soyo is echt de coördinator. Hij zorgt dan dat de bicyclet technisch in orde is. Wij spreken af met hem en de artiest klimt op de fiets. En we beginnen rond te rijden, dan zie je toch dat de reacties van de mensen heel, heel positief zijn. Het moet niet per se in muziek zijn. Ze moeten zelfs niet eens per se echt geïnteresseerd zijn in muziek of het hele gebeuren om het
om het echt aangenaam te vinden, omdat het echt een verademing kan zijn in deze tijden om nog eens zo'n spontaan gegeven mee te maken. Welkom in mijn muziekruimte. Kom erin. Here's where the magic happens. Mijn werkruimte met uiteraard mijn laptop, want alles gebeurt meer en meer digitaal. Plek waar ik improviseer, waar ik mijn composities uitwerk met mijn keyboard. En dan heb ik hier mijn cozy corner, noem ik het. En dat is echt de plek waar ik heel intuïtief muziek maak. En hier ga ik ook mijn klankreizen maken. En ik start en eindig altijd met de tincha. De tincha geeft een is een heel aanwezig geluid. En waarom? Omdat er heel veel mensen tijdens zo'n klankreis gewoon prompt in slaap vallen. En dan weten ze, als ze dit terug horen, oké, de klankreis is afgelopen. Normaal geef ik hier ook klankhelingen en dan installeert de persoon zich hier heel comfortabel. En dan ga ik ook echt fysiek met sommige instrumenten de persoon echt aanraken, zoals bijvoorbeeld deze stemvorken, die ga je echt op bepaalde punten van het lichaam zetten. Maar dat gaat dus in deze periode niet. Dus wat heb ik nu gedaan? Mensen kunnen mij vragen, ik heb bijvoorbeeld moeite met te slapen. Kan je mij daarvoor een klankreis creëren? Dus ik heb onder andere een klankreis opgenomen die dan uiteindelijk de naam heeft gekregen Rust, Pijs en Vree, omdat die heel veel mensen heel veel rust brengt. En dan ga ik intunen op die persoon. Ik ga gewoon die persoon in gedachten oproepen. En dan ga ik gewoon heel intuïtief starten met instrumenten te gebruiken. En in klankheling en in een klankreis is less more. Dus hoe minder, hoe subtieler, hoe beter. Ik ben met mijn reeks Improvisations of the Day gestart eind januari 2019. Omdat ik meer en meer zo die behoefte voelde van ik ben zoveel mooie dingen aan het maken. Puur vanuit improvisatie, solo. Ik zou graag een manier vinden om dat te delen met het publiek. En dan ben ik die via mijn SoundCloud account beginnen delen. Maar ja, dan stopte plots alles in maart van dit jaar. En dan dacht ik, goh. Dan ben ik veel meer in interactie gegaan met mijn volgers op Facebook vooral. En dan heb ik zo een improvisatie gemaakt waarin zij allemaal woorden mochten suggereren. En daarmee ben ik dan beginnen loopen met de Loopstation. En dat is dan een improvisatie geworden. En dat is leuk, want de mensen herkennen hun lied. Van gaat mijn lied erbij zijn? Gaat mijn lied niet erbij zijn? We staan hier op de wei van Werchter. Hier staat dan normaal het podium en daar containers, zoals jullie dat zien. En ik ben eigenlijk daar opgegroeid, in dat huis hier. Dus ik heb het hier altijd wel wat gekend. En heel veel coole optredens gezien. Het is eigenlijk ook een beetje mijn droom om dan ooit eens zelf op een van de podia te staan. Ik ben zelfs niet kieskeurig. De toekomst is een beetje onzeker, maar ik denk dat het voor iedereen wel is en niet enkel voor de muzikale sector. En ik ben wel zo wat bezig met projecten op te zetten die iets meer COVID-proof zijn dan bijvoorbeeld het live gegeven of zo. Dus het is, mijn keuzes gaan wel richting zekerdere dingen. En ik hoop dat op die manier dat ik toch kan blijven echt doen wat ik wil doen. En dat is met muziek bezig zijn. Ik geef al een tijdje les. Ik heb eigenlijk altijd les gegeven terwijl ik aan het muziek studeren was. En ik kreeg daar redelijk goede reacties op of van leerlingen. Dat werd goed onthaald. En ik dacht dat eigenlijk verder te zetten online, zeker in deze tijd, leek mij ook interessant om dat op die manier aan te pakken, omdat je dan ook een breder publiek bereikt. Dat zijn ook keuzes die ik kan maken die iets meer coronaproof zijn, gezien dat
het live gegeven toch nog waarschijnlijk even zal uitblijven ofzo. En Skillshare was daar heel interessant voor, omdat dat is eigenlijk een groep mensen, heel creatieve mensen. En het is een beetje hetzelfde concept als Netflix. Je hebt een abonnement en dan heb je toegang tot eigenlijk alle instructievideo's of een lesvideo's dat je daarop hebt. En dan hopelijk op het einde van die reeks heb je bijgeleerd wat je wilt bijleren. Komend jaar ben ik van plan om sowieso buiten te spelen. Ik zou graag ook met de organisatie van het festival kunnen laten doorgaan dat we organiseren. Zeker nog livestreams te doen. Ik wil zeker ook nog op bicyclet gaan rijden. Om de muziek naar de mensen te brengen. En daarbuiten wordt er hard achter de schermen gewerkt. Om alles ook klaar te krijgen voor het moment dat wij terug effectief fysiek de muziek naar de mensen gaan kunnen brengen. Omdat ik dat ook weet, omdat ik dat zelf ook doe. Ik ben een promotor, weet ik dat voor organisatoren niet gemakkelijk gaat zijn om de middelen te vinden om grote events te geven of om veel volk bij elkaar te krijgen. Dus ik ga sowieso onbaatzuchtiger muziek brengen, om het zo te zeggen. Gewoon echt om terug de muziek naar de mensen te brengen. Heel graag zou ik een EP uitbrengen solo. Maar daar moeten natuurlijk fondsen voor zijn. En die komen er meestal door concerten te geven. Nu heb ik wel de voorbije maanden een PayPal-fooienpotje gecreëerd. Waar mensen die dan mijn muziek tegenkomen op mijn social media en op SoundCloud kunnen een gift in storten. Of mensen die soms gewoon een envelop sturen met geld in en zeggen: ik steun jou als artiest. Dus dat is heel hartverwarmend. Zo ben ik zo met kleine beetjes fondsen aan het verwerven om toch die EP te kunnen uitbrengen met mijn eerste solowerk. You are